Ik heb echt zo geen zin om naar school te gaan. Ik heb er ook echt geen zin in. Ja, maar we moeten, dus kom, we gaan. Waarom moeten we naar de school? Ik had liever in mijn bed gelegen. En zij waren niet de enigen die deze ochtend problemen hadden. Heb je erover nagedacht? Ja, ik denk dat we naar de directeur moeten gaan. Ja. Mogen jullie binnenkomen? Ah, hallo mannen. Hoi. Kom binnen, ga zitten. Hallo mannen, wat kan ik voor jullie doen? We hebben een beetje een probleempje. Ik vind het echt vervelend dat we niet met onze joggingsbroek naar de stage mogen. Ah, dus dat is jullie probleem. Ja, ik snap het wel, maar er zijn toch hele goede redenen waarom dat niet mag. Op de eerste plaats is een joggingbroek natuurlijk vrije tijdskleding. Dat draag je lekker thuis op de bank of als je gaat sporten. Oké, ik snap het. Je hebt gelijk. Jongens, ik heb een fijne dag en heel graag gedaan. En voortaan is fijn, oké? Ja. Ja, oké. Ik ben echt super benieuwd hoeveel likes we hebben op Instagram. Ja, kom gaan kijken. Ik denk dat we 30 likes hebben. Ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Hè, zie ik het nou goed? Maar 5 likes. Ja, zo weinig. Ja. Echt jammer. Ja, heel jammer. We krijgen altijd 7 likes. Vind ik echt daarom. Heel leuk. Wat ik net nog. Ja. Maar dat... Wil jullie tof laten op de YouTube? Moet je zien? Ah. Oh, het gaat niet. Heb ik wel wifi? Oh, nee, niet. Ik heb ook wifi. Even kijken of ik op een telefoon internet kan. Ik heb ook geen wifi. Hè? Ik heb ook geen wifi. Ik kan ook niks vinden. Ik heb ook geen wifi. Ik heb ook geen wifi. Ja, ik heb ook wifi. Ja, hier. Weet je? Nee, ja. Nee, ik niet. Nee, ik heb niet echt. Wifi, waar is wifi, man? Ik zoek wifi. Wifi, waar is wifi, man? Wat is er met jullie aan de hand allemaal vandaag? Zo, ik lag vanochtend te slapen en dan moet ik naar school. Ach, ik heb geen zin. Maar wij hadden maar 5 likes op Insta. Ik was met Damien en Anna en we hadden gewoon geen wifi op onze telefoons. Geen wifi! Echt waar? Nou jongens, ik kan me voorstellen dat dat wel een probleem is. Ja. Hé, we gaan verder. We gaan naar het jeugdjournaal. Ik zet hem even aan. Hulpverleners willen zo snel mogelijk het gebied in om voedsel en medicijnen te brengen. En om de gewonden naar goede ziekenhuizen te brengen. I wish we live fitter on the war end. Ja, vind ik dat zo zie. Ik denk dat onze problemen klein zijn. Nou, dat is een goede opmerking. Wie denkt dat nog meer? Misschien kunnen we die kinderen helpen. Juffrouw, we kunnen ook appeltaart bakken. Ja, goed idee. Dan kunnen we die verkopen en geld inzamelen. Want de kinderen daar hebben inderdaad pas echt problemen. Juf, we kunnen ook plantjes verkopen. Nou, dat vind ik ook een heel goed idee. Dan kunnen we die donderdag op de markt verkopen. Want deze kunnen we verkopen, 50 cent per stuk. De leerlingen gingen gelijk aan de slag. Zo, kijk eens hoeveel er zijn. Ja, het gaat echt veel geld opleveren. En deden hun best om andere kinderen die pas echte problemen hadden te helpen.